Na het Oranjefeest in Zandvoort is het Formule 1 circus alweer afgereisd naar Monza voor de derde en laatste race van deze triple header, de Grand Prix van Italië. En ja, Ronald, jij staat alweer in de paddock op Italiaanse bodem. Zijn de teams en coureurs er alweer helemaal klaar voor? Eigenlijk wel. Ik moet zeggen, die Formule 1 zomerstop voelt inmiddels wel als een eeuwigheid geleden met dit, Ja. met dit drukschema. Nee, maar iedereen is er klaar voor. Monza ook een iconische baan natuurlijk. Hè? Echt een klassieker van de Formule 1 kalender. Die hier in mijn optiek ook altijd ophoort. Maar in dat opzicht heeft de organisatie hier in Italië vandaag wel een soort van waarschuwingsschot gehoord. Eigenlijk vergelijkbaar met Spa. Wat is het geval? Formule 1-CEO Stefano Dominicali heeft gezegd van ja, allemaal leuk en aardig. Hè? Prachtig circuit. Prachtig die geschiedenis. Maar net als op Spa, historie volstaat niet meer om echt op de Formule 1-kalender te blijven jarenlang. Dus Monza, willen jullie ook op de lange termijn de Formule 1 houden? Moeten en de faciliteiten aangepakt worden? En de infrastructuur, dus dat was wel een soort waarschuwingsschotje vanuit de Formule 1. Maar goed, ik moet zeggen, weet je, Monza, iconisch. Ook de voorbije jaren, denk ik, leuke races opgeleverd. Vorig jaar dat Max Verstappen en Lewis Hamilton bij elkaar op het dak landen. Ja, die kunnen we allemaal nog wel herinneren. Ja, ja, exact. Daniel Ricciardo, racewinnaar. Nou, ook dat klinkt nu bijna wereldvreemd in de oren. 1-2, hè, McLaren natuurlijk. Ja, 1-2 voor McLaren. Ja, daarvoor Pierre Gasly. Dus ja, ik ben nu al benieuwd of we weer het verrassende naam op toch wel het allermooiste podium ter wereld gaan krijgen. Ja, precies. Maar voordat we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Italië, nog heel even terug naar Zandvoort. Want na afgelopen raceweekend ontstonden er online toch wel wat complottheorieën over de overwinning van Verstappen in combinatie met het stilvallen van Tsunoda. In hoeverre werd daar vandaag nog over gesproken? Ja, best nog wel wat eigenlijk. En ja, die complottheorieën, hè, dat zou dan zijn dat Tsunoda dat heeft gedaan om Max Verstappen een gratis pitstop naar de harde band te bezorgen. Hè, dat Max dan track position zou houden ten opzichte van Lewis Hamilton. Ja, onder die virtual safety car. Ja, precies. Nou, wie Max Verstappen zondag in de persconferentie heeft gehoord, weet eigenlijk al dat onzin is. Omdat Max naar één band niet toe wilde. En dat was die harde band. Hij zei, ja, die wilde ik eigenlijk goed vermijden. Maar door die virtual safety car kon dat niet. Nou ja, als je dan toch iets gaat bedenken qua scenario, dingen in scène zetten, dan is het absoluut niet dit. Dus ik geloof daar niks van. Max Verstappen werd er vandaag naar gevraagd. Sterker nog, ik vroeg het hem hier zelf. En hij zei van, ja, weet je, ook een compleet krankzinnige gedachte van mensen, dat ze daar überhaupt aan denken. Yuki Tsunoda zei het ook wel misschien nog wel mooier. Hij zei, mensen die dat hebben gedaan, die moeten eigenlijk heel snel naar het ziekenhuis gaan om een MRI-scan te laten maken. Want dan is er echt serieus iets mis met je. Dus nee, al die verdachtmakingen zijn allemaal naar het Rijk der Fabelen verwezen. Eén dingetje wel, heeft trouwens daar niks mee te maken. Maar zoek dit weekend niet naar Hannah Schmitz on the pitwall, want zij mist dit weekend. Dus dit weekend geen Schmitz om de strategische calls te maken. Ja, maar dat heeft hopelijk niks te maken met volgend weekend, toch? Nee. Even om dat de wereld uit te helpen. Na Zandvoort heeft Verstappen dan nu een voorsprong van 109 punten in het WK. Een voorsprong die hij ongetwijfeld zal willen uitbreiden dit weekend. Wat zijn zijn verwachtingen voor Monza? Ja, nou ja, weet je, het is eigenlijk net als Spa. Dat ook dit circuit, die RB18, dus de Red Bull auto van dit jaar, echt op het lijf geschreven moet zijn. Spa misschien nog wel iets meer qua efficiëntie, omdat Red Bull echt heel weinig drag heeft. Maar gezien de snelheid op de rechte stukken moet dit eigenlijk een topweekend kunnen worden voor Max qua snelheid. Toch, tijdens die mediasessie waar ik net over had, vielen ook de woorden Max Verstappen en Monza is nog niet echt een love story geweest. Nee, daar kon Max wel om lachen. Hij zei nee, dat klopt. Maar zei hij, dat kan ik heel makkelijk verklaren, omdat wij heel vaak bijna de langzaamste auto hadden op rechte stukken. En dan is het hier niet echt genieten op zondagmiddag. En zijn Max, wij hebben hier ook relatief vaak een grid penalty, hè, een gridstraf geïncasseerd. Dat is trouwens nog wel interessant, want op dat vlak kan ik niet uitsluiten dat een van de Red Bull coureurs ook dit jaar misschien een penalty gaat pakken. En bij allebei zijn er wel een klein beetje geruchten. Bij Perez zijn die vrij voor de hand liggend, omdat Checo toch nog een keer naar zijn vierde motor van dit jaar moet. Hè, dat moet linksom of rechtsom oegeplaat toch gebeuren. Dan is dit wel een van de circuits waar je nog redelijk goed in kan halen. Ja, zeker voor Singapore en Japan natuurlijk, die er straks aankomen. Daarom, ja. Daarom daar wil je het helemaal niet doen. En bij Max Verstappen ging het nog wel over de MGUK. Hè. Ik heb dat eerder uitgelegd dat je een nieuwe spec voor 1 september moest goed laten keuren door de FIA. Dan heb je nog 5 races om te introduceren. Dus dat is eigenlijk tot en met Austin. Maar ook daarvoor geldt dat Monza de beste baan is. Dus ik vroeg aan Max, ik zei, ja, zit jij qua componenten goed of moet jij ook nog een keer achteruit? En toen was zijn letterlijke antwoord, we zullen zien, daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen. Dus ik steek voor beide scenario's wel een grid penalty
of geen grid penalty, ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur. Ik wou zeggen, want maar dit klinkt nog best wel, nou ja, het lijkt een grote kans te zijn dat dat alsnog gaat gebeuren, als ik het zo hoor. Was ook meteen mijn gedachte toen Precies, je het zei. Ja. Maar goed, dat gaan we zien. Maar linksom of rechtsom, we hebben ook op Spa gezien, Max kan heel goed naar voren komen. Hij zei wel, Spa is iets makkelijker inhalen dan dit, dat blijkt ook wel uit de simulaties. Maar ook hier met de overspeed die Red Bull heeft, is er eigenlijk geen enkele reden om je zorgen te maken. Nee, precies. Dus wat dat betreft zou het ook geen ramp zijn voor de Verstappen-fans. Nee, zeker niet. Als we kijken naar Verstappen's concurrentie, het team van Ferrari. Ja, die gaat dit weekend toch wel groot uitpakken. Een speciale livery, gele race-overals en ook nog eens gele helmen voor beide coureurs. En ik denk ook wel dat de tifosi sowieso zullen hopen op een Ferrari-zege dit weekend. Maar wat lijkt nou haalbaar voor het team? Nou, dat is wel een leuk detail. Dat geel zie je trouwens ook achter mij, hè? Het Modena geel. Ja. Waarbij trouwens ook beide helmen geel worden. Dus ik wens alle commentatoren, al mijn collega's van tv, wens ik al heel veel succes om die Ja, dat zei ik ook wel tegen een collega. Dat wordt nog lastig, denk ik, dit weekend. Ja, dat wordt leuk. Maar een detail, persoonlijk verhaaltje hier uit Monza, is dat het hotel waar de Ferrari-coureurs zitten, is eigenlijk een kilometer of drie hier bij de ingang vandaan. En toen wij vanochtend in onze huurauto, via het Panda trouwens, dus we rijden op stand. Maar toen wij in onze huurauto hier naar het circuit gingen, stonden er al tientallen mensen voor dat hotel. En zo gauw als dan Leclerc naar buiten zou komen, dan duikt iedereen daar natuurlijk op voor een handtekening of een foto. Dus eigenlijk wat Max in Zandvoort heeft beleefd, dat maken die Ferrari-coureurs hiermee. Dus in die zin heb je gelijk, de verwachtingen zijn torenhoog. En daardoor heeft eigenlijk Leclerc ook deze mediadag vandaag op donderdag aangegrepen om die verwachtingen heel erg te temperen. Hij zei letterlijk, dit gaat een moeilijk weekend voor ons worden. Wij weten nu al dat Red Bull in principe buiten schot is, omdat Red Bull gewoon op rechte stukken veel harder loopt. Hij zei ook qua Mercedes is het nog wel een vraagteken. Dus eigenlijk, ja, Ferrari, het leeft hier mega. De tifosi snakt naar een goed resultaat. Ook Mattia Binotto zei naar Zandvoort, hè, wij moeten terugslaan. Maar hoe gek het ook klinkt in de thuishaven, maar dit is eigenlijk het slechtst mogelijke circuit voor Ferrari om dat op te gaan doen. Ja, inderdaad, op papier ziet het er nog niet heel goed uit. Maar goed, wie weet, weten ze ons te verbazen uiteindelijk. Ja, waarbij trouwens ook, dat is ook wat allemaal vrijdag pas bevestigd, of in het slechtste geval zaterdag in de FIA-documenten. Maar waarbij ook bij Carlos Sainz wel sprake is van een grid penalty. Ja, dat komt dan wordt het lastiger. Maar hij heeft die nieuwe MGUK nog niet. En die wil Ferrari hem ook voor het verstrijken van die deadline geven. Dus dat moet ook binnen nu en een paar races nog gaan gebeuren. Ja, dat gaan we horen. Naast Ferrari zal ook Mercedes alles op alles zetten voor een mooi resultaat op Monza. In Zandvoort zag het er natuurlijk goed uit. Maar vandaag werd wel bekend dat Hamilton sowieso een gridstraf krijgt dit weekend. En ja, dan achteraan of ergens achteraan moet gaan starten. Hoe lijken de kansen voor hen dit weekend? Ja, ergens achteraan, want het gaat weer een tombola worden. Het wordt weer heel druk. Ik wou zeggen, misschien zelfs werd er gezegd 9 coureurs. Of nou ja, het zou bizar zijn dit weekend. Ja, een record weer, misschien wel. Het gaat echt weer heel druk worden achteraan die grid. Dus we kunnen de rekenmachinetjes er alvast bij pakken. Ja, precies. Maar om terug te komen op Lewis. Hè, in Lewis' geval gaat het eigenlijk, is het een gevolg van Spa. Zijn eigen inschattingsfout toen met Fernando Alonso. Dat heeft die motor geen goed gedaan. En daardoor zijn ze die motor van Spa nu nog aan het onderzoeken. En nu nog aan het kijken of die in de pool kan meedraaien later dit jaar. Maar hier voor Monza kan het niet. En dan zou je eigenlijk denken, hé, maar waarom dan niet op Zandvoort? Waarom daar dan niet al het nieuws over een motorwissel? Dat komt omdat eigenlijk alle teams, ook Mercedes, op Zandvoort weer met een oude motor uit de pool zijn gaan rijden. Omdat Zandvoort is minder gevoelig voor vermogen. Dus nu gaan ze pas echt wisselen. Maar los daarvan zijn de verwachtingen bij Mercedes ook niet echt torenhoog. Zij weten zelf ook wel dat ze een auto hebben met vrij veel drag, hè, dus luchtweerstand. En dus niet zo'n hele hoge topsnelheid. Ik had het ook nog met Max Verstappen over. En hij zei ook van, ja, zij hebben een ontwerp dat heel erg goed kan pieken op high down voor circuits. Maar dat het op laag, dus low down voor circuits, een stuk moeilijker heeft. En eigenlijk is Max heel blij dat dat nu omgedraaid is bij Red Bull. Want hij zei, ja, als ik die hele kalender eens bekijk, zijn er veel meer circuits medium downforce of low downforce. Dus ik zit veel liever in het schuitje waar wij nu in zitten, dan in het schuitje waar Mercedes in zit. Ja, en waar zij eerder zelf in zaten. Ook ze, ja, ja. Dan nog iets anders, want er wordt ook achter de schermen ontzettend veel weer gesproken over Red Bull Porsche. Een deal die inmiddels toch wel op losse schroeven lijkt te staan. Wat is daar nu de status van? Ja, dat is een goeie, een interessante. Ik zou bijna zeggen, heb je even, want hier kunnen we tot 10 uur vanavond of 11 uur morgenavond of weet ik veel van hier over praten. Maar nee, weet je wat het is? Voor de Oostenrijkse Grand Prix, ook in de F1 update genoemd,
zeiden wij van ja, het persbericht staat eigenlijk al klaar. Dus het is wachten tot de FIA de boel afhamert. Dat was op dat moment ook echt zo. Dat kwam ook echt vanuit bronnen van Red Bull en ook vanuit de VW-groep. Maar sindsdien is er eigenlijk heel veel veranderd. De FIA heeft langer gedaan over dat motorreglement. En in die periode zijn de gesprekken tussen Red Bull en Porsche veel meer in detail gegaan. En des te meer ze in detail gingen, des te meer obstakels ze eigenlijk zijn tegengekomen. En om het een beetje simpel uit te leggen, is het vanuit Red Bull gaat het vooral om de onafhankelijkheid. Porsche wil zich, of zou zich inkopen, hè, voor 50% in de Formule 1-tak. Waarbij die aandelen overnemen hoort natuurlijk ook zeggenschap en hoort zelfs stemrecht over vrij belangrijke zaken. En daar zijn ze bij Red Bull niet heel happig op, des te meer omdat ze dat niet gewend zijn. Christian Horner, Adrian Newey en ook Helmut Marko, die kunnen eigenlijk heel snel handelen als zij iets willen beslissen. Ook al gaat het om een rijder, echt hele grote vraagstukken, is het eventjes met Dietrich Mateschitz bellen, die overigens heel erg ziek is. Maar is het eventjes met Mateschitz bellen en dan is het afgehamerd. Ja, wat ook eerder al hebben gezien natuurlijk met alle wisselingen bij Red Bull. Ja, daarom. En als Porsche daarbij komt, gaat dat compleet veranderen. Dus eigenlijk zijn zij daar niet happig op. En wat Red Bull liever wil, is zelf volledig onafhankelijk blijven. En Porsche alleen maar laten samenwerken met Red Bull Powertrains. Maar dat wil Porsche eigenlijk niet. En dat is om twee redenen. Porsche zegt, wij hebben een mandaat vanuit de VW-groep om ons echt in te kopen in een team. Zoals Audi dat ook gaat doen bij Sauber. En ten tweede zeggen zij, Red Bull Powertrains is nu al volop werkende, weet je wel. De eerste motor heeft voor de zomerstop al gedraaid op de testbank. Dus zeggen zij, eigenlijk wordt een ontstikkertje gewoon op een Red Bull motor geplakt. En dat is leuk en aardig, maar als dat ding straks gaat ploffen in 2026, dan zeggen mensen, ja, het is een Porsche motor. Hè? Dus je hebt wel imagoschade ervan. Dus zij willen eigenlijk niet zomaar geld erin gaan pompen zonder er iets over te zeggen te hebben. En Red Bull wil wel geld ontvangen zonder zeggenschap op te geven. Dus daardoor zijn ze in een impasse beland. En als geen van de twee teams bij gaat draaien, dan gaat het volledig klappen. En dan komt Porsche niet in de Formule 1. In ieder geval niet met Red Bull in 2026. Ja, precies. Maar voordat het zover is, gaan we eerst kijken hoe de teams en coureurs het de morgen vanaf gaan brengen natuurlijk. Ja. Ronald, dankjewel voor je tijd. Wij spreken elkaar weer na afloop van Vrije Training 2. Dan zijn wij natuurlijk ook weer terug met een nieuwe F1 update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren en te drukken op het belletje. Dan weet je vanzelf wanneer die online staat. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot morgen.